krijgen. En wie het altijd het moeilijkst. Ja, kan je. Om je mes. Oh, dit is weer. Waar is het nou? Lekjes. Ik lig nog niet in de auto nog. Hey, goed zo. Ja, omleidingsmanoeuvre. Arretje, de keer is het geen grapje. Is het jouw lievelingskleur? Kinderfeestje vieren. Daar is papa weer. Nee. Je overheen doen. Zo. Mama, zoveel auto. Regendouche. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn de? De mini-vloggers. En daar lieve prinses Lucilla. Ja, ik dacht dat dit voor Pip was, maar dat is een Lego-blokje. Oh, dat is een Lego. Ja, doe dat maar een Lego-blokje. Nee, doe maar dat niet. Dat is niet echt een Lego. Dan blijft hij in het poeshondje Pip haar buikje zitten. En daar ons leeuwhondje Woesel. Hey Woes. Hallo Woes. En hallo Luxie, wat ziet er weer mooi uit? Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja, het is donderdagochtend. Goedemorgen, mijn liefste. Ik ben moe. Oh ja, dat is Maya erbij, die is een beetje moe. Nou, we hebben de schooltassen gepakt, tafel gedekt en dan zeggen we... Aan tafel. Daar zitten we weer lekker aan tafel, want Luan is er ook weer bij. Goedemorgen jongens, hebben we lekker gedroomd? Over hele spannende avonturen. Ja. En ook goedemorgen. Prachtige zon. En kijk eens hoe het Fortuin Park er weer prachtig bij staat. Heb je even een slaapfilm, hè? Ja. Ja? Waar heb je over gedaan? Koele Piet, Super Piet, Test Piet, Dans Piet? Of iedereen? Ja, ze weten het nu, toch? Ja, ze weten het nu, ja. Ik zit te denken, ja. Maar ja, we hebben het gisteren verteld dat dat zo... Oh, yeah. Ja. Het is geen secret mission meer. Het is nu gedeeld, maar het was een heel mooi avontuur, hè. Uwe gaat naar school. Ik ga weer die vriend helpen verder verbouwen. De badkamer die zal vandaag al gehaald moeten worden. Dus ik zie jullie vanmiddag weer als ik de kids van school heb. Lexie, goedemorgen, Lexie. Morgen. Goedemorgen. Eet je lekkere aardbeidjes? Ja, aardbeid. Ja, oh. Ja, weer genieten vandaag. Goedemorgen, Lexie. Luxie, zeg maar goedemorgen. Ja. Lekker, hè? Oh, Luxie geeft altijd alles weg. En daar is Woezel, Woezel. Zeg goedemorgen, jongen. Goedemorgen, kijkers. De pootjes omhoog. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een extra woordje erbij. Ze zeggen morgen. Luxie, kunnen we ook zeggen, kijk, weer gezellig? Mee. Dit is Woezel en Pip hun ochtendritueel. Elke ochtend even een pakje stoeien. Daar zien Pip wie de oudste zus is. Dat jonge broertje van jou, hè? Altijd dolle. Altijd, pak hem Pip. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Laat zien wie de beste is. Laat zien wie de oudste en de verzanders is. Pip, pak hem Pip. Pip, pak Woezel. Pak Woezel. Pak Woezel. Zeg maar, ik ben jouw oudere zus. Je hebt mij te horen, hè? Kom maar. Pak Pip. Ja, goed zo. We spelen altijd met elkaar, hè? Oh, tikketje nu. Oh, tikketje nu. Pak hem, Pippi. Pak hem. Zeg maar, Woesie. Ik ben de baas. Ik ben jouw de zus. Je bent een bij kleinere broodje. Kijk, en wie het altijd het moeilijkste vindt, dat baasje, ook weer de hele dag weggaat, is Woesel. Ja, Woes. Ga je goed met mama en Luxie helpen? En Pip het huisje bewerken? Ja, dan ben ik vanmiddag met Luan en ze weer terug. Oké, okay. Tot zo bijna dan. Doeg! Doeg! Oneindig. Ook een kusje geven? Geef maar een kusje, Lexie. Ja, dat is lieve Pip. Ons poezelhandje, zo zacht. Het zachte poezelhandje. Nou, jullie ook veel plezier samen vandaag. Hè? Ja. Ik zie je mama zijn samen, de handjes. Ja. Veel plezier samen. Ik even vloggen. Ja. Kijk, kan je jezelf zien? Zie je dat? Nou, zien ze de bank. Thank you.
Alweer een tijdje verder heb ik vanochtend de vlog geëdit die jullie gisteren hebben gezien. Want gisteren was het echt te laat toen we thuis kwamen. Ja, nou, ik was hartstikke moe van de hele dag. Dus ik trok het niet meer om gisteravond toen we thuis kwamen van de lange dag ook nog eens te gaan editen. Dus dat heb ik vanochtend gedaan, jongens. Terwijl Luxie even lekker om me heen speelde. Nu is het al wat later. We hebben net even met papa gebeld. Het is druk in het klussen, zoals jullie hebben gehoord. We gaan even een meloen snijden. En ik heb hier een mes. Ja, het ziet er heel gevaarlijk uit, maar ik doe er niks geks mee. Kijk, en misschien heel erg grappig om het te weten. Ik weet niet of jullie dit namelijk weten. Soms heb je wel eens dat een mes bot is. En dan is het heel vervelend, want dan kan je niet goed snijden. Super handig trucje. Om je mes... Oh, even niet bang te zijn. Mijn bang. Super handig trucje om je mes... Oh, luxe bal. Om je mes weer scherp te maken is met een ander mes. Ik heb toevallig even een aardappelschilmesje. Zo eroverheen te gaan, zo. Maak je weer wat puntiger. Ja, ik deed het eens even met jullie. Dat doe ik eigenlijk al jaren. Je hebt ook wel van die speciale dingen om dan weer te slijpen. Maar dat heb ik gewoon niet in altijd in huis. Dus ik doe het eigenlijk 9 van de 10 keer zo. Om toch een beetje mes scherp te houden. Omdat zo'n bal, zoals Luxie het noemt, een meloen, toch best wel scherp is. Een bal. Ja, maar hoe heet dit? Meloen, hè? Luxie is gek op meloen. Ja, nog maar even een schaal pakken. Heel schuin. Die zegt niet goed. Wacht even. Nog een keer. 1, 2.
Dat is beter. Kijk, zo. Wat ben je nat? Ja. Van het gespetter van de meloen. Ja. Ja. We gaan er zo doorheen snijden. En ik bewaar ik even. Oh, lekker. Nou, deze weer. Lux heeft er lol in. En die weer. Die weer. En die weer. En. Zo. Kijk, nou hadden we deze eventjes aan de kant. En dit kunnen ze natuurlijk gewoon zo eten. Maar dat is echt knoeierij voor de kinderen. Dus ik doe altijd even zo. Even het maantje eruit zo. Nog maantje. Zo, kijk uit hoor. Zo, en dan stukjes. 1, 2, 3, 4. Hoppatee, kijk eens, die kan je vast eten. Oh, lekker. Mama ook. Goed zo, Rivie. Nou, dan gaan we verder. Nou, deze halve meloen krijgen we al op, hè? Ja, nee, ik moet nog beter. Luxie heeft echt een dingetje dat ze altijd overal hapjes van neemt. En dan legt ze het terug in het bakje. Net zoals tomaten of wat hebben we nog wel eens? Paprikaatjes of komkommertjes. Neemt ze er een hapje van. Legt ze het terug in het bakje. Pak ze een volgende. Neemt ze er weer een hap van. Legt ze die ook weer terug in het bakje. En vervolgens, als je even niet kijkt, heb je allemaal hapjes uit je groenten. Ah, Lux. En trouwens ook met appeltjes doet het ook wel eens. Vind je het lekker? Eet je nou de schil? Dat is de schil, die is niet zo lekker. Hier, deze kan je eten. Oeh, lekker, 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 lekker. Nou, Lux, wat zullen we zo meteen eens gaan doen? Ja. Nee, doen we opeten. Want het begint echt kouder te worden. Je moet een dikkere jas aan. 'S Ochtends is het niet meer echt heel erg warm, maar fris. Zo. Nou, zit ik net te zeggen dat het best koud is buiten. Was het vanochtend ook? Het is helemaal niet koud. Want ik ben lekker naar buiten gegaan, want als Luxie wilde weer buiten spelen in de buitenkeuken. Kijk, staat ze weer in de buitenkeuken. Oh, ben je lekker van mama eten maken? Hoort erbij. Ik neem maar een lepelpij. Oh ja, doe er nog een lepelpij. Hé, hoe zo jongen? Mama, ja? Mama, open doen. Huh? Open doen. Open doen? Ja. Oh, je wilt een lepelette la? Ja. Oké. Moet ik die pakken? Oké, die moet ik dus pakken. Zo schattig. Oké. Is deze lepel goed? Deze lepel goed? Ja, die lepel? Ja. Oké. Nou, dankjewel. Heel lief van jou. Mama! Hm? Thee erbij. Thee erbij? Ja. Ik krijg er ook nog thee bij. Hartstikke lief van jou, Lux. Ja. Mama eet ook nog even de meloen op, goed? Heb je al een hapje? Oh, wel, thee. Dankjewel, liefie. Oh. Super lief van jou. Oh, dank. Dank. Dank je. Ja. Dankjewel. Ook nog Meloen? Meloen? Even buiten. Ja. Meloen. Wat ga je doen? Oh, de telefoon. Ze beginnen nu zo'n leeftijd te krijgen dat ze heel veel in eigen wereldje leeft. Zeg maar dat ze heel veel dingen naspeelt. Ma. Met wie ben je aan het bellen dan? Papa. Oh, met papa. Oh, wat is papa Noenen? Oh. Ja? Oh, hoi. Hey, papa. Nee, alles goed hier hoor. Nee, ik heb lekker eten gekregen van Luxie. Die is echt heel lekker. Ja, oké. Dag, papa. En dan hangt ze weer terug in het huisje. Doei, pap, zegt ze dan. Super lief. Ja, stop. Duimpje omhoog. Ja, papa. Oh, ja, pop, die ligt te slapen op de bank. Dan had je net op de bank te slapen gelegd. Ja, die ligt op de bank. Ja. Ach, Luxie. Ja, daar ligt je pop. Ja. Nee, niet meer daar. 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 Ja.
Ja. Poppetje. Jij bent mijn lekkere poppetje. Ja? Oh, shit. Ja? Ja. Pop even in de kinderwagen. Ja, dit is eigenlijk een winkelwagen, maar ze gebruikt het als kinderwagen. Pop, lekker slaapje. Oh, shh. Pop gaat even slapen. Ja. Nee, goed. Ik heb het gevoel dat er iemand over mijn schouder mee kijkt. Kan je hangen tussen de bank en de tafel? Ja. Knap van jou. Ja, je kijkt. Ja, oh, mooi. Zoals jullie al in vorige vlogs hebben gezien, doet Luxie ontzettend graag verstoppertje. En zo nu ook is ze dat doen. En vaak als ik dan bijvoorbeeld in de kamer ben of ben ergens, ik loop even weg en ik kom terug. Hey! Oh, ja, zoals nu dus. Oh, moet ik even weg? Dan kom ik terug en dan zegt ze, mama, ik ben verstomd. En dan moet ik haar dus zoeken. Dus ik dacht, hoe grappig zou het zijn als ik stoel was of ik haar echt niet kan vinden. En dat ze een soort van onzichtbaar is. Dan denk ik, hé, Luxie, wat ben je nou, wat ben je nou? En dat ze denkt, mama, ik ben hier en dan zie ik haar niet. Waar kom je? Ja, ik kom. Waar is Luxie nou? Mama! Oh, ik moet tellen. Ik moet tellen. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie de weg is gezien? Ik kom. Oké, eens even kijken. Ja, mama. Ja, maar waar is ze nou dan? Hallo. Hier achter dan? Ja, mama. Daar? Ja, mama. Waar is ze nou? Hé? Zien jullie Luxie? Ik zie haar helemaal niet. Ja, mama. Luxie. Waar ben je? Luxie? Ja, mama! Maar, ik hoor je ook niet. Ja! Luxie, waar ben je dan? Ja, mama. Maar ik hoor je niet. Ja, mama. Luxie? Waar ben je dan? Waar ben je nou? Hè? Ook niet hier. Nou, Luxie is gewoon weg, jongens. Luxie is er niet meer. Ja. Luxie? Luxie, waar ben je nou? Lux! Waar ben je nou? Luxie! Ik zie je niet! Luxie! Waar ben je nou? Luxie? Ik zie je nog steeds niet! Hè? Huh? Waar is ze nou? Luxie! Waar ben je nou? Lux! Kom nou hier! Ja, man! Waar ben je nou dan? Ik zie je niet! Ik zie je niet. Ik tafel. Waar ben je dan? Ik tafel. Ik hoor je niet. Ik tafel. Ik zie je niet onder de tafel. Ja. Ik zie je niet. Ja. Waar ben je dan? Hier. Waar ben je? Ik zie je niet. Ja. Ik zie je niet, Lux. Ja? Zien jullie Luxie? Nee. Ik zie Luxie niet hoor. Waar is ze nou? Hier. Luxie! Hier! Luxie! Waar is het? Luxie is er niet. Mama! Mama! Luxie! Ja! Daar is ze weer! Was ik jou even kwijt? Zag ik jou niet meer? Nee! Oh, super schattig. Dat ze ging gelukkig recht voor me staan. Maar toen kon ik het niet langer volhouden. Luxie, zullen we even lekker gaan wandelen? Huh? Zullen we de hondjes gaan uitlaten? Ja, ik mee. Ja, Pop mag mee. Kijk, Woezel die ligt hier lekker op zijn troontje. Mama. En Pip ligt daaronder. Hé, hey, Pip, wil je even lekker mee wandelen? Mama! Ja. Sst. Oh, is Pop aan het slapen?
Oh, Pop ligt wel heel lief bij je, hè? Ja. Het lijkt net een ja. babytje, hè? Ja. Hm? Dorst. Wat? Dorst? Heeft de Pop ja. dorst? Oké. Okay. Een kopje thee voor de Pop. Oh. Nou, kom, dan gaan we even de schoenen aandoen en dan gaan we even lekker wandelen. Goed? Het is nou wel lekker droog. Zo grappig. Ik zei tegen Lux, ik doe even die deur dicht en dan doe ik even die andere deur open en dan gaan we even wandelen. Wacht maar even buiten. Maar nu is ze dus weer verstopt. Dus ik doe de deur open en ik zie haar wegrennen. Dus ik doe nu weer alsof ik haar dus niet zie. Hey Luxie, ik ben hier. Ga je mee wandelen? Maar waar ben je dan? Hey Luxie, je was toch net hier? Ja, mama. Hoe is dat, Pip? Heb je Luxie gezien? Ja, mama. Ik weet niet waar ze is en ik hoor er ook helemaal niet. Waar is ze nou? Waar is ze dan? Is ze hier? Mama. Nee. Ja. Is ze in het huisje? Nee, ze is ook niet in het huisje. Ik zie helemaal niemand. Oh, ja. Ik zie helemaal niemand hier. Ja. Luxie. Ja. Luxie. Waar is Luxie nou? Ja. Oh, hier ben je. Kom, we gaan even lekker ruiken. Ga je mee wandelen? En die. Ja, met de riem. Ja, en je schoenen moet je even aandoen. Goed? Kom maar, gaan we even de schoenen aandoen. Ja, en Woezel, Pip, ga mee, hè? Ja, Woezeltje. Oh, Woezeltje. Een lief Woezeltje. Ach, jongen, toch. Je bent zo lief. Ja, Pippa. Pip is ook lief. Oh, zachtjes, hè? Ja. Maar likjes. De schoenen en de jas aan. Zo. Oh, heb jij de sleutel? Ja. Oh, gelukkig. Ik zit de sleutel. Mag ik hem dan? Doe ik hem in mijn zak. Mama, de sleutel... Ja, maar jij hebt geen zak, liefie. Kijk, mama heeft een jaszak. Wil jij hem hierin doen? Ja. Doe maar in de zak. Ja, dat kan jij goed. Pop hem maar in. Hoppatee. Goed zo. Nou, neem jij je Pop mee? Oh ja, de rit is nog even dicht. Ja. Pak je Pop maar. Ja. Oh, de riem. De riem. Van Woezel Pip. Die moeten we ook even meenemen. Woezel en Pip, die, nou ja, Woezel niet. Maar Pip die loopt niet altijd mee. Omdat ze bang is voor de ezel. En dan loopt ze halverwege de wandeling weer terug naar huis. Maar waar hebben we de riem, jongens? Oh, die ligt toch niet in de auto nog? Is die een reserveriem? Nee, die was kapot. Nou, Lux, we hebben geen riem. Nou ja, doe maar. Dan moeten we maar even op Pip letten. Nee, papa, bij papa ligt nog in de auto ligt nog de riem. Nou ja, maakt niet uit. Ik let wel extra goed op Pip. Dat ze meeloopt en niet terugloopt. Oh ja. Zo, kom maar. Daar gaan we. Ja. Kijk, Woezelpip, die zijn al daar. Ja. Konden jullie niet wachten, Woezelpip? Konden jullie niet wachten, Woezelpip? Gaan we lekker wandelen. Pip, moet je wel meelopen, hè? Kom maar. Dan gaan we deze kant op. Speel je ticketje met Pip? Een ticketje met Woezel. Kom, oh, Pip, kom. Goed zo. Hey, maar ik loop nou met jouw poppenwagen, hè? Hey. Ik weet niet of menig moeder dit herkent. Dan loop je weer met de poppenwagen. Winkelwagen in dit geval. Moet jij niet met Pop lopen dan? Hey? Ja, jij bent de mama van de Pop. Oh, daar gaan we heen. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Nou, naar je poppenwagen. Goed zo. Nou. En het zonnetje komt door, jongens. Wat een geluk vandaag. Wat een heerlijk weertje, Lux. Super schattig. Luxie zit nu echt in die fase dat ze heel erg moedertje wil spelen met de Pop. En nou loopt ze met de Pop en heeft ze de Pop in de arm. En dan doet ze... Wat ik eigenlijk ook met haar doe als ze huilt. Super schattig om te zien. Luxie, wie heb je daar? Wat is er met de Pop? Is de Pop moe? En wat doe je dan als de Pop moe is? Ja. Moe. Ja. Moe. Ja. Doei. Maar doe je dan zo? Ja. Hoe doe je dat dan? Laat het zien. Zo. Schatje. Je bent een lieve poppenmoeder, Lux. Wat zeg je? Mama en mij, wie is mij dan? Papa, mama. Oh.
Een papa, een mama en een mij. Maar wat bedoel je met mij? Een baby. De baby. Dat noem je een kalfje. Er staat een kalfje en een mama in de wei. Kan je zeggen kalfje? Nee. 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 Superleuk. Goed zo, Lux. Nou, Pip ook mee. En Woezel is er ook weer. Kom maar, ga je mee? Pop weer het karretje. Luxie is weer aan het verstoppen. Hé, hey, waar is Luxie nou? Hé, hey, ze was net toch hier? Luxie is weg. Oh jee, dan moet ik er even zoeken. Nee, maar waar is ze nou? Ik zie haar niet. Waar is ze nou? Luxie! Luxie! Waar ben je? Luxie? Waar ben je nou? Hè? Oh, hier is ze weer! Ik bom! Luxie is niet onzichtbaar, hè? Ik bom! Zat je achter de boom? Ja. Had ik dat niet gezien? Ja. Ja. Mooi! Mooi! Mooi, schatje. Ja, nou, snel weer naar je kaartje. Gaan we weer verder. Wow, wat heb je gevonden, Luxie? Wauw, wat heb jij een mooie steen gevonden. Die is mooi. Mama, in de zak? Ja? Oh. Doe maar even bij deze zak, want hier zit mijn iPhone. Oh. Doe maar in deze zak. Ja, stop hem maar in de zak. Goed zo. Mama, goed bewaren. Ja, dat zijn de sleutels. Laat ze hier op me zitten. Zo, de steen erin gedaan? Ja. Goed zo. Ja, rits weer dicht. Goed zo, toppie. Kom, gaan we verder. Ja, ik neem deze mee. Wat is er? Waarom doe je zo? Waarom? Moet mama jou tillen? Ja. Maar mama gaat jou niet tillen, want mama heeft jouw poppenwagen al. Kom. Ga je mee? Ja, oh jongens. Dit is ook typisch wat een beetje bij de leeftijd hoort. Als jullie denken, oh, je geeft Luxie altijd een zin. Absoluut niet. Ik zal het nu even laten zien. Kijk, ze wil namelijk dat ik haar ga tillen. En dan gaat ze zo staan. De armen doet ze wijd. En ze komt niet. Ze wil alleen komen. Ze komt alleen als ik naar haar toe kom, zeg maar. Ga je met me mee? Nee, mama, gaat je niet tillen? Luxie, zelf lopen. Hey Luxie, ik heb daar iets heel moois gezien. Echt een hele mooie bloem. Ga je kijken? Kom, gaan we kijken. Kijk, dit werkt dus heel goed. Wat is daar? Een hele mooie bloem zag ik daar. Afleidingsmanoeuvre. Even kijken hoor, waar zag ik hem ook alweer? Hier ergens zag ik een hele mooie bloem. Hé, hey, waar is de bloem nou? Ik dacht dat hier een hele mooie bloem was. Ik wil even zoeken naar een mooie bloem. Ja, wat? Zag jij het? Zag jij een mooie bloem? Ja. Oh, kom, gaan we even zoeken naar een hele mooie bloem. Goed, gaan we even papa mee. Daar? Gaan we daar even kijken? Ja, gaan we daar even kijken. We hebben nog geen bloem gevonden, jongens. Luxie zit in het wagentje. Wil je in het wagentje zitten? Ja. Ja, dat kan ook. Het past net. Ik weet alleen niet of we de hele wandeling volhouden. Maar goed, dat zien we dan nog wel. We gaan eerst even op zoek naar een mooie bloem. Lux? Ja. Een mooie bloem voor? Ja, uit daar. Voor papa? Ja. Ja. Oké, dat waren letterlijk 5 seconden in deze wagen. Dan wil ze toch weer zelf lopen. Waar is de bloem, Lux? Dat is een mooie bloem. Ja, geef die maar aan mama. Zal mama die bewaren? Ja, kom, gaan we verder. Bloempjes zoeken. Lux, ik zie een roze bloem. En dat is geen grap. Ik zie een roze bloem. Echt. Echt een roze bloem. Ja. Nee, daar. Daar staat een roze bloem. Een roze roosje. Een roze roosje. Ja. Is echt. Nee, maar die kan je daar zien. Zie je dit? Zie je de bloemen? Ja. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Het zijn echt roze roosjes. Dit keer is het geen grapje. Ja. Ja, roze. Luxie's lievelingskleur. Mag je 1 bloemetje plukken? Goed, de rest laten we staan voor de bijtjes. Ja, welke zullen we gaan plukken? Zal mama je even helpen? Want er zitten wel een beetje stekeltjes aan. Kijk, deze. Zullen we deze doen? Kijk, er zitten een beetje stekeltjes aan, want het zijn echte roosjes. Kijk, vind je die mooi? Is dat jouw lievelingskleur?
Roze, ja. Ja. Ja, Lucilla ook, hè? Die houdt ook van roze. Ja. Zullen we dan deze meenemen? Ja. Ja? Oh, lekker. Die ruikt lekker. Goed zo, schatje. Kom, dan lopen we nou weer lekker naar huis toe, goed? Ja, Luxie gaat voorop. Ja, Luxie gaat voorop. Ik volg jou. Lekker. Wil je wel verder? Ja. Hey Luxie. Luxie, luister eens. Als je naar huis wil, als je niet meer wil lopen, moeten we die kant op. Maar als je nog naar de speeltuin wil, moeten we die kant op. Waar wil Luxie naartoe? Naar huis of naar de speeltuin? Speeltuin. Ga je wel zelf lopen, hè? Ja. Ja, toppie. Ja, appeltaart. Appeltaart. Zo. 1, 2, in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad. Maar de juffrouw wordt niet kwaad. Mama. Want ze is... Mama. Ja, zijn koetjes. 1, 2, in... Woezepip. Woezepip, kom. 1, 2, in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad. Maar de juffrouw wordt niet kwaad. Want ze is van... Nien. Appeltaart. Appeltaart. Appeltaart, heel goed. Nou, wij lopen weer lekker naar huis. Luxie was toch een beetje moe voor de terugweg. Dus ik leg haar zo lekker even op bed. Kan ze zo nog even een slaapje doen voordat Leon en Lucilla zo meteen weer thuis komen. Die gaan we straks ophalen van school met de bakfiets. Want papa heeft de auto. Goed? Ja. Ja. Nou, ik ben weer van school. Oh, die lange dag is voorbij. En morgen ga ik mijn kinderfeestje vieren. Het is zo moeilijk. Mijn kinderfeest vieren, dat is morgen. En mooie kleerpassen die Lucilla heeft gemaakt. Die jij? Ja, die zijn er heel veel. En daar is papa weer. Hallo kinderen, was het leuk op school? Ja. Ja, lekker met de meisjes. Nou, ik neem Leon even mee. Want ik moet nog eventjes nieuwe wc-pad met jou brengen bij die vriend van mij. Waar we de badkelder maken zijn. Geef je ze toch? Nee, nieuwe wc. Oh, wij zeggen het straks bij de aardappel. Kijk, dit spelletje vindt Luxie ook leuk, hè Lux? Had hij gevangen? Nou, je mag hem niet met je hand, hè. Je moet hem echt met de... Oh. Met van die dieren om. Oh. Oké. Goed kijken, Luxie, dat je hem in het mondje doet. Luxie, helemaal geconcentreerd. Goed kijken, Lux. Mama, jou helpen? Kijk, hier deze. Deze. Ja, trek hem omhoog. Ja! Goed zo. De meisjes zijn lekker aan het verven. Lucilla had nog een heel mooi tekening of schilderijtje gekregen van de fans. Dus deze mooie prinsesjes. En Luxie is een mooi kunstwerk aan het maken. Ja! Ja, heel mooi liefie. Kiepen. Die allemaal erbij? Ja. En wat wordt het dan? Die bij, oké. Okay. En Lucilla die gaat prinsesjes maken, liefie. Ja. Heel mooi. Wauw, zegt Luxie. Maar Luxie, nee, Lux. Schatje, oh. Ik heb net de muren weer geverfd. Oh, schatje. Liefie, het is niet de bedoeling. Oh, ja, ze schrok er zelf ook van. Het is niet de bedoeling dat je op de muur gaat verven. Hé, het is wel heel mooi. Oh. Ze doet zo die kwast erop. Ze zegt, kijk mooi. En toen keken wij van, oh, en wij schrokken dus heel erg. Waardoor zij ook is geschrokken. Schatje, is niet erg. Alleen niet meer doen, oké? Okay? Niet meer doen. Niet op de muur. Alleen op het papier. Ze ligt daar onder de tafel. Omdat ze ervan is geschrokken. Oké, okay, ik ga het even proberen te fixen, jongens. Maar goed, oké. Okay. Nou, Sildy van jou wordt in ieder geval heel mooi. Ja, dat zijn zusjes, hè? Ja. Dat zijn kleine zusjes. Ja, dan wil dit nog wel eens gebeuren. Een ongelukje. Ja. Een ongelukje op de muur. Ja, het was wel zo makkelijk ook een keertje gebeuren. Ik weet niet of ik het nu erger ga maken of minder. Maar... Oké. Okay. Oh. Maak het erger. Ja, ik had dat potje nog wel ergens. Ik pak even dat verfpotje. Dit is nog dat potje wat ik laatst heb gehaald. En die kunnen we dus mooi hier overheen doen.
Kijk eens, Luxie. Het is al opgelost. Zie je dat? Mama, met deze kwast even schoonmaken, weer goed doen. Zie je dat? Dat is niet erg. Volgende keer niet meer doen, oké? Okay? En dan is het alweer bijna weg. Zie je? Het is niet helemaal de goede kleur muurverf. Want die hadden we vorige keer niet goed gehaald, maar goed. Ik kan ermee leven, zeg maar. En een huis moet er ook een beetje geleefd worden, toch, Sil? Ja. Ja. Kijk, Lucilla heeft wit en rood gemengd en dan maak ik het bij elkaar. Roze. Heel goed van jou. Kijk even aan de muur. Zie je bijna niks meer van. Terwijl Lucilla hier haar werkje nog even afmaakt, is Luxie weer buiten aan het spelen. Luxie? Ja. Eten aan het maken. Heel goed van jou, liefie. Gaat mama zo ook doen. Bedankt voor het echt. Nou, ze hebben zich verkleed als prinsesjes. Ondertussen pennen aan de kook, wat groentjes aan de kook. En vanavond eten we lekker visstips. Luan is ook weer thuis. Hallo jongen. Hey. Zo, dat was een reactie. En de meisjes zijn hier lekker aan het spelen op het kleed. Oh, volgens mij zijn ze een... Oh, gaat het goed? Ja. Oké. Okay. Mama. Ja? Nee, mama. Is dat een mama? Oh, hier hoor je. Oh, kijk dan. Mama moet blijven. Nee. Dit lijkt wel een prinsessenkasteel. Ja. Met Minnie Mouse erin. Volgens mij vindt Pip het ook gezellig. Hé, hey, Pipje. Vind je het ook gezellig? Pip gaat altijd op de kleedjes liggen, hè? Oh, een woesel. Oh, een woesel. Woesel wil weer spelen. Kijk dan. Woesel. Pip lag net even te relaxen, woesel. Moet hij weer meteen spelen. Hé, hey, nu is het niet zo gaar. Kom, laat Pip eens even met rust. Pip was even lekker aan het relaxen. Hm? Die is aan het kijken. Woesel. Woesel wil spelen. Woesel, waar is jouw knuffel? Woes. Woes, kijk eens. Hier, wil je spelen? Woes, hier. Wil je spelen? Kom maar spelen. Kom maar vrouwtje spelen. 1, 2, los. Zoek. Nou jongens, in het avondzonnetje nog even, hè? Oh, Luxie, dat is een vork. Een lepel ziet er anders uit. Dat is een vork. Nou, eet smakelijk. We wilden eigenlijk dus vlog al afsluiten. Alleen Daniel zei iedere keer boven. Wat ben je toch aan het doen? Toch allemaal boven? Dus hij zegt, kom eens even naar boven, want ik heb een verrassing. Nou, ik hoop dat het nog gaat rennen, want ik zie dat de batterij bijna leeg is. Wat is het? Wat heb je gedaan? Verrassing. Wat heb je gedaan? Mijn vrienden helpen de woonkamer verbouwen. Ja? Jawel. Heel leuk. Oh, een nieuwe douchekop. Ja. En een oh, en die en die. Wauw. Oké. Okay. Mooi. Alsjeblieft. Mooi gedaan hoor. Ben je ook al niet geweest? Nee. Oh, je moest hem... Oh, dat is cool. Een regendouche. Nou, leuke verrassing papa. Dankjewel. Vond je een leuke vlog? Zo even doen. Duimpjes omhoog. En niet abonneren, klik op het belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Dag Lexie. Doeg. Ja. Volg je hart. Bom, bom, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst. Bom, bom, mee.